PSV en Feyenoord zijn de nummers 3 en 4. PSV heeft 39 punten, Feyenoord 35. Feyenoord moet dus eigenlijk winnen. Zou het nog over PSV heen willen op de ranglijst. Maar PSV komt op voorsprong. Klein half uur gespeeld. De bal verdwijnt in het eigen doel. Feyenoord vorige week pijnlijk met 5-0 onderuit tegen ADO. Het krijgt wel een strafschop. Pia Rijsdijk wordt vastgehouden. En de scheidsrechter Lizzie van der Helm geeft een penalty aan Feyenoord. Overtreding was van Harrison. En Rijsdijk ziet haar strafschop gekeerd worden door Sari van Veenendaal. En Bennick krijgt de rebound dan niet opnieuw voor het doel. En zo ziet Danny Mulder dat het seizoen een beetje als een nachtkaars uitgaat voor Feyenoord. Desalniettemin zou ook een vierde plaats in het debuutseizoen natuurlijk uitstekend zijn. Dit is na rust. Kobus er vandoor. Van Veenendaal is heel ver uit het doel. Je vraagt je af waarom. En Kobussen, 5 minuten nadat ze is ingevallen, maakt er 1-1 van. Haar derde goal dit seizoen. Van Veenendaal denkt er misschien nog even over na om een overtreding te maken. Maar Kobussen gaat door en maakt gelijk. Indraaiende bal. Die blijft liggen en dan krijgt PSV een penalty. Jada Konijnenberg is woest. Probeert daar die bal weg te tikken. Ja, raakt dan wel de tegenstander. Waldus in dit geval en Desiree van Lunteren. In tegenstelling tot Pia Rijsdijk schiet wel raak. Bezig aan haar afscheidstournee van Lunteren. Gaat stoppen aan het einde van het seizoen. Met deze penalty zorgt ze ervoor dat PSV zich verzekert van plek 3.